ik heb niet echt een inspiratiebron waar ik zeg maar naar opkijk. Het is meer van dat ik eigenlijk wel gekke video's maakte. Ik ben dus eigenlijk mijn eigen inspiratie. Op Instagram is het meer van er perfect uit willen zien. En ik ben echt het tegenovergestelde. Ik gooi onderkin foto's en zo. Dus ik krijg heel veel complimentjes van ik vind het echt tof dat je gewoon jezelf durft te zijn. In het begin trekte ik me heel erg veel aan van negativiteit. Maar nu heb ik zoveel volgers, dus het is wel eigenlijk wel logisch dat er altijd wel een paar haters tussen zitten. Nu boeit het me niet echt meer. Als doel heb ik om mensen te laten lachen, te entertainen. Ik ben gewoon echt mezelf. Hoe mensen naar mij kijken, zo ben ik ook echt in het echt. Vroeger is het zeg maar wie jij echt bent en niet kopiëren van.